wij aan het tandenpoetsen zijn bij alle kinderen, zeg maar, die het Sinterklaashuis bezoeken. Dan poetsen gewoon samen met de kinderen eventjes de tanden en dan schrijf je een diploma voor ze uit. Er zijn nu vooral, deze ochtend zijn er speciale groepen, zeg maar, met kinderen met beperkingen. En daar ga je toch weer anders mee om als kinderen zonder die beperkingen. Dus dat is toch wel leuk om eens eventjes mee te maken. Je wordt 3 keer op een dag word je verwisseld. Dus de ene keer sta je op de Pieterdisco en de andere keer sta je in de pakjeskamer en de andere keer sta je bij de strijkplank. Mijn taak is hier om alles in de gaten te houden en de PAV te ondersteunen, zeg maar, dat het allemaal wat makkelijker verloopt en wat veiliger is, allemaal voor de kinderen ook. Nou, zoals u weet heb ik zeer veel zwarte pieten in mijn huis en ik moet zeggen, ik ben zeer tevreden met ze. Ze zijn over het algemeen zeer zorgzaam voor de kinderen en daar gaat het om. De kinderen hebben het naar hun zin, daar gaat het ook om. En ze zijn ook nog vrolijk. En ik kom er net achter dat ze ook nog kunnen dansen. Nou, dat is prachtig. Dus ik ben zeer tevreden.